Dit is informatie over meubelontwerpend maken. Meubelontwerpend maken is een van de specialisaties die je kunt volgen op het houten meubelieringscollege in Amsterdam. En het is een studie die valt onder het niveau 4 meubelmaken. Wat is meubelontwerpend maken? Om dat te kunnen begrijpen kijken we eerst even naar het meubelmaken zoals je dat tot nu toe hebt gedaan. Bij het meubelmaken ga je eerst eens een idee verzinnen. Je gaat verzinnen wat je wil maken. Vervolgens ga je de werkvoorbereiding doen en dan ga je naar de praktijk voor de uitvoering. En uiteindelijk ontstaat er een, zoals in dit geval, prachtig bureau met bijpassende stoel. Bij het meubelontwerpen, het maken werkt dat iets anders. Je gaat in de praktijk kijken of je een aantal globale ideeën. Al kunt uitvoeren je gaat gewoon kijken wat er gebeurt vervolgens ga je analyseren daarna ga je op een andere wijze kijken of je in de praktijk weer ingrepen kunt doen of zaken kunt maken en vervolgens ga je kijken of je daaruit een uiteindelijk meubel kunt maken en dat meubel dat zal er dan heel anders uitzien dan dat je dat in het begin ooit hebt kunnen verzinnen eigenlijk ontstaat een meubel door te doen de competenties die je daarbij gebruikt, dat zijn bijvoorbeeld waarnemen, dus kijken naar de wereld om je heen, maar ook kijken in de praktijk wat er gebeurt en daar conclusies aan verbinden. Onderzoeken, je gaat allerlei zaken doen die je van tevoren niet zo snel zult hebben bedacht, maar je gaat ook kijken wat het je oplevert. En onderzoeken betekent ook dat je in het studiecentrum op zoek gaat naar zaken die je nu nog niet weet of kent. Realiseren in de praktijk. Je gaat zorgen dat je je ideeën ook afkrijgt en je gaat presenteren. Je gaat eigenlijk aan de wereld om je heen uitleggen hoe jouw proces is verlopen. Je zet daar dus bij in creativiteit, intelligentie en vooral ook daadkracht, want het meubel moet en functioneel zijn, maar ook op tijd af. De opdrachten die je krijgt zijn technisch aspect. Beeldend aspect en ornament. Dit is allemaal één periode waarin je dus een idee moet verzinnen en moet uitvoeren en aan het einde presenteren. En uiteindelijk krijg je twee perioden voor het maken van je eindexamen. In de praktijk, om je eigenlijk een beetje op weg te helpen, om je te helpen om te leren meubelontwerpend maken, krijg je een aantal kleine opdrachten. En met die kleine opdrachten kun je eens kijken of je in een vrij korte periode, dus tot ideeën kunt komen. In dit geval is van kleine module in de vorm van letters, is er eigenlijk een brug vervaardigd. Waarbij we ook nog hebben gekeken of die enige draagkracht heeft. In de praktijk zul je ook de meest gekke materialen kunnen uitproberen. En dan uh, kun je gewoon eens kijken hoe ver je daarmee kunt gaan. Vervolgens kun je daar allerlei conclusies aan verbinden. Je kunt bijvoorbeeld ook wel concluderen dat je daar niet mee verder wil. Maar je kunt misschien ook denken van hé, hey, als ik het niet op deze manier doe, dan kan het misschien wel op een andere manier. Ben je nou eenmaal op een bepaald spoor, dan kun je echt gaan vormen. Dan kun je je ideeën gaan vertalen naar een concreet product, inspiratie kun je ook opdoen. In de wereld die zich om je heen bevindt, bijvoorbeeld een galerie, of in, in discussie en interactie met ontwerpers. We willen ook aan ontwerpers nog wel eens vragen om feedback te geven op jullie ideeën voor het examen. De opdrachten bestaan in grove lijnen uit het technisch aspect. Hierbij kun je dus een materiaal of een bewerkingsmachine als vertrekpunt gebruiken om te kijken of je daarmee tot een bepaald idee kunt komen. Het beeldend aspect, daarbij gebruik je beeldende elementen, zoals je hier ziet allerlei sierlijke vormen op een uh, soort van krukje. Of het ornament waarbij je ornamentiek gebruikt uh, om tot een nieuwe vertaling te komen van een product. En in dit geval is het gebruikt als een soort constructieelement. Als je na een periode klaar bent, maar ook na je examen, dan volgt er een presentatie. De presentatie is een belangrijk moment, want daarbij zul je feedback krijgen op datgene wat je presenteert, dus laat zien. Het is vooral feedback op datgene uh, wat je hebt gedaan als proces. Dus je legt uit hoe je nou tot een bepaald product bent gekomen. En dat, uh, dat proces, dat doe je in reflectie door terug te kijken en te kijken naar je product. En je doet het voor studenten die met je meekijken en meedenken. Het examen bestaat uit een product dat je gaat maken naar aanleiding van een concreet ijspakket. En van school uit zullen wij aan jou vragen of je in ieder geval een product wil verzinnen. waarbij je ook nog meerdere exemplaren zou kunnen maken en hoe je dat dan zou aanpakken. Nou, je ziet hier een kast van Bart. Hij hangt hier ook heel prominent op school. Bart heeft eerder een soort zitmeubel gemaakt. Dat kun je rechtsonder zien. En Bart is bij zijn eindexamen uitgegaan van een panoramisch uh, stedelijk landschap. Hier zie je uh, Nidia en zij heeft uh, kleine modulaire elementen gebruikt om uiteindelijk bijvoorbeeld een uh, lichtarmatuur te maken. Hier zie je van Jimmy een, uh, een tafel en een stoel wat kan worden gebruikt voor een kleinschalige uh, ruimte of een studentenkamer en uh, die je dus uh, aan elkaar en los van elkaar kunt halen. En hier zie je van Lisa een, die al eerder met wat kleinere elementen bezig was en met touw, etc. Die heeft dat uiteindelijk kunnen vertalen naar een tafelblad wat bestaat uit allemaal kleine blokjes. En Olivier, als laatste, die heeft innovatie als vertrekpunt genomen voor zijn uh, uiteindelijke product. En die heeft bijvoorbeeld de lasersnijder gebruikt om daar toch uh, uiteindelijk op een bepaalde manier volume mee te creëren in een zitobject. Ben je nou klaar en klaar voor het examen, dan zul je je ideeën gaan presenteren en voor je proces presenteren ten overstaan van de examengroep en die zal bestaan uit je eigen docenten en een ontwerper en zij zullen met jou meekijken en bijvoorbeeld kritische vragen stellen over datgene wat je hebt gedaan. We zullen tijdens de studie ook nog excursies uh, uh, op excursie gaan en dan zullen we een aantal musea bijvoorbeeld gaan bekijken en het is een mooie gelegenheid. Om zoals met elkaar in gesprek te gaan. En uiteraard hoort er natuurlijk ook wat te drinken bij. Wat is nou het beroepsperspectief als je klaar bent met deze studie? Of wat zou je nou al kunnen doen tijdens bijvoorbeeld je stages? We hebben bijvoorbeeld het Joris Laarman Lab. Dat is een innovatief lab. Daarbij worden allerlei ideeën getoetst aan de realiteit. En daar zou je bijvoorbeeld stage kunnen lopen. Of misschien terecht kunnen voor kort of langere tijd na je studie. Bij het Joris Laarman Lab heeft men vooral behoefte aan handige, intelligent, creatieve geesten, zoals we die kennen van het houten college. Wil je nou doorstuderen, dan kan dat bijvoorbeeld op de Design Academy of bijvoorbeeld bij de Hogeschool van Amsterdam bij Product Design. Je kunt overigens ook op andere HBO's doorstuderen of andere studies gaan volgen. Wil je meer informatie over het meubelontwerpen maken, dan wil ik je uitnodigen om gewoon eens de praktijklokalen in te lopen en studenten te bevragen over uh, hoe zij nou de differentiatie te ervaren. Of heel concreet wat uh, vragen te stellen aan de docenten. Bedankt voor de aandacht en uh, hopelijk tot ziens.